One of the clever things that Kareem did was that when he knew that he was under suspicion and he felt like the net was closing in, he did something very clever. He didn't run. He did the counterintuitive thing. He turned himself in. Okay? Now, that might seem like madness, but that also allows his legal team to say, well, look, he's obviously not got nothing to hide because he's turned himself in. And in the meantime, his legal team worked and the Spanish statutes worked in his favor. And so, even though the Spanish police aren't happy about it, because of his rights, he's now allowed, he surrendered his passport. Yeah, he's supposed to, on bail, report every, it could be 2 weeks, it could be every week, depending on the severity. But he's allowed to walk around the streets of Marbella, despite what we know about what's been going down. De Spaanse rechtbank heeft besloten dat Karim B. zijn proces mag afwachten in vrijheid, aangezien hij zichzelf heeft gemeld. Hoofdinspecteur Daniel is bereid mij het huis te laten zien wat van Karim B. zou zijn en waar de politie de genoemde inval heeft gedaan. Het is een zwaar beveiligde compound en we mogen het niet in beeld brengen. Dit is een van de viviendas die we registramos, waar we vivía, of creíamos que podía vivir el investigado principal. Y aquí es uno de los registros que hicimos en esta urbanización de que como ven tiene mucha seguridad para entrar. Het ziet eruit als een goed beveiligde compound. Hè? Je ziet camera's, je kan er ook niet zomaar op. Gebeurt dat vaker dat mensen die in verband worden gebracht met cocaïnehandel, in dit geval Karim B., dat die op dit soort compounds verblijven? Sí, es algo que nos encontramos en muchas de nuestras investigaciones, que nuestros investigadores viven en este tipo de urbanizaciones que son muy difíciles de vigilar y de controlar, y yo creo que es uno de los motivos, aparte de ser sitios de alto nivel por el lujo que tiene en el interior, pero también por la dificultad que tiene para hacer control. Nou is hij vrijgelaten, Karim B., dus het zou kunnen dat hij hier weer gewoon woont. Podría ser que estuviera aquí. Sí, es uno de los lugares que podría estar en estos momentos. En dat vermoeden wordt op het moment dat we daar staan bevestigd. Ik word herkend door Karim zelf. Dat is hem. Waar? Oh. Serieus? Ja. Ga je me echt voor mijn huis staan? Sorry, maar alsjeblieft niet zo, alsjeblieft. Ja. We kennen elkaar niet. En niet opnemen, alsjeblieft. Hè? Nee. Gewoon netjes doen. Nee.